Milou en haar broertje Ivo zijn best onder de indruk als ze hun foto's voor het eerst zien hangen. Die is echt mooi! Mooi hè, Milou? Die is echt mooi! Op de foto's zijn de apparaatjes op hun hoofden goed te zien, waardoor ze soms door kinderen en volwassenen nagestaard worden. Ik ben doof geboren en dat is eigenlijk, dat helpt me om gewoon te horen. Er zit een magneet hierin en er zit een magneet onder mijn huid. Het is dan ook niet zomaar een gehoorapparaat dat Milou en Ivo hebben. Om te kunnen horen moesten ze allebei aan hun gehoor geopereerd worden. Ze hebben zeg maar gewoon opengesneden en dan hebben ze allemaal kabels erin gedaan die aan de buitenkant eigenlijk ook zitten. Die met elkaar verbinden en hier komt het geluid in en dan weet ik eigenlijk wat jullie zeggen. Dat Milou en Ivo zo'n apparaatje hebben is best bijzonder. Per jaar krijgen maar ongeveer 180 kinderen zo'n ding geïmplanteerd, zoals dat heet. En het is dus bedoeld voor kinderen die niks of bijna niks horen. En nu hoor ik jullie weer. Het apparaat zorgt ervoor dat ze allebei kunnen doen wat ze willen. Zoals samen spelletjes doen, naar school gaan en dansen op muziek. Alleen 's nachts doet Milou het apparaat af en dan hoort ze dus echt helemaal niks. Maar ja, hoe word je dan 's ochtends wakker? Dit is zeg maar het trilapparaatje, zoals je hoorde. En deze trilt dan helemaal en zo word ik eigenlijk wakker. Milou vindt het belangrijk om te laten zien hoe het apparaat werkt en waar ze het precies voor nodig heeft. Want weinig mensen snappen het. En heel veel zeggen ook, is dat een soort koptelefoon, iets nieuws weer voor die kinderen of zo. En dan zeg ik, nee, daarmee kan ik horen. Dat zeggen heel veel mensen, vooral ouderen. Maar ik vind het wel prettiger als ze het gaan vragen en eventjes gewoon kijken. In plaats van dat ze heel lang zo gaan staren en zo. Dat vind ik heel irritant. Daarom geeft ze interviews, staat ze groot in de krant en dus ook groot op de foto, midden in Rotterdam. Eigenlijk is het ook het doel dat eigenlijk veel mensen weten wat het is. En ook dat ze het minder gaan vragen en zo, minder gaan staren. En dat vind ik eigenlijk alleen maar fijn. En ja, dat. Ja.